schijnt en doordat er films verschijnen over piraterij, dat steeds meer mensen weten wat een impact dat heeft op levens van mensen. Hoe traumatiserend dat is voor mensen zelf en hun achterban. En dat er hoe dan ook wat aan moet gebeuren. Nou, wij werken daar samen aan. En we praten ook met het parlement om er nog veel meer aan te doen. Lees ook mijn nawoord vooral in dit woord. Ik ben erg blij dat ik daar goed van overhandig ga. Ontzettend bedankt. Ja. Met veel plezier aanvaard ik dit prachtige boek. Het is mooi omdat het iets beschrijft wat echt is gebeurd in het leven van Captain Phillips. Iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt in het leven van zeevarenden. Niet alleen Nederlandse zeevarenden, maar heel veel zeevarenden. En niet alleen aan de oostkust van Afrika, maar zoals een paar dagen geleden ook weer aan de westkust van Afrika. De strijd tegen piraterij is iets wat op nummer 1 van onze agenda staat. Waar we al jaren mee bezig zijn. Wat niet iets nieuws is. Want ook in de tijd van de Ruiter, de stad waar Amsterdam, waar de Ruiter ook woonde, in die tijd werd er opgetreden tegen piraten. Ik verwacht ook niet dat het zomaar over is. U zult door moeten gaan met het leveren van een inspanning tegen piraten. Dat doen we in internationaal verband. Dat is belangrijk, want de impact, zoals mevrouw Nekerbos ook zei, op het leven van opvarenden, maar met name ook van nabestaanden, maar ook familieleden, die is enorm. En dat moeten we niet onderschatten. Dus wij zullen ook doorgaan met alle effort te stoppen in het beschermen van de koopvaardij. U kunt op ons rekenen. En of het nou is met schepen of individuele teams, daar zullen we mee doorgaan. Hartelijk dank.